Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pierrot Coiffures, L'Oréal, Pun Cosmetics en waterontharden.com. Welkom bij Op Weg naar Cannes. We starten met de mooiste dag van je leven. En daarvoor zijn we in Nuland bij Villa Maasdonk. Je hoort de klokken luiden voor de bruiden. Deze opdracht is misschien wel de meest spectaculaire opdracht voor in Op Weg naar Cannes. Zoals jullie hebben kunnen zien, zijn de modellen goed voorbereid voor de belangrijke dag. Ze hebben een make-up kit gekregen van Pun Cosmetics waar ze mee moeten werken. Hun nagels zijn gedaan, de wenkbrauwen zijn gedaan en de bruidskapsels zijn gedaan door het team van Pierrot. Eigenlijk zou dit wel de mooiste dag van hun leven moeten zijn. En weet je, ik heb de hele dag het nummer in mijn hoofd. Morgen ben ik de bruid. Morgen ben ik de bruid. Ja, voor een model is het heel belangrijk om een keer een bruidshow te hebben gelopen. Het is niet alleen heel goed voor je portfolio, maar ja, weet je, dan kun je dus inderdaad dus aan iedereen laten zien, ook internationaal, wat je allemaal hebt gedaan. Om een echte bruidsjapon te hebben geshowt, ja, dat is toch wel heel ultiem. Een bruidsmodel is natuurlijk belangrijk dat ze heel erg goed in de jurken passen. En dat ze natuurlijk goed met de jurken om moeten kunnen gaan. Want ja, een bruidsjurk heeft altijd sleep. En ja, dat is eigenlijk het meest ingewikkelde. Om goed te lopen in een jurk met een sleep. De make-up van een bruidje, dat is heel afwisselend waar het aan moet voldoen. Want iedereen is natuurlijk verschillend. Iedereen heeft andere wensen. Het kapsel is heel belangrijk. En ja, wat ze natuurlijk zelf willen. Willen ze een naturel make-up? Willen ze een glamorous make-up? Ideale bruidsmake-up moet voldoen aan eigenlijk de stralende versie van jezelf. Dus een niet te zware make-up. Een beetje meer bij jezelf blijven. Ik heb al eerder in bruidskleding geshoot en gelopen ook, dus ik vind het wel heel tof om het weer te mogen doen. Ik heb eigenlijk al, als ik zo terugdenk, een keer de bruidsjurk van mijn moeder aangepast, omdat ik het gewoon leuk vond om te kijken hoe het stond. Het is toch wel wat oudere jurk, maar wel gaaf om te zien. Ik ben voor het eerst bruid vandaag. Ik weet niet zo goed wat ik me moet voorstellen, maar natuurlijk als je aan bruid denkt, denk je, ja, mooi altaar, natuurlijk een knappe jongen. Een ja, hele mooie jurk natuurlijk. Ja, vandaag is de grote dag. Ik heb alleen geen vriend, maar ik ga wel trouwen. Hoe vind je die? Ik heb ook nog nooit een trouwjurk aangehad. En dat lijkt me gewoon super gaaf om dat ja, ook een keer mee te maken, ook een keer aan te hebben. Ik ben 21, dus het duurt denk ik nog wel heel eventjes voordat ik ga trouwen. Maar daar heb ik alvast een voorproefje gehad. Een bridal shoot. Ik ben ooit een keer een bruid geweest, ja. Maar niet voor de echt, voor een casting. Dus ik heb ooit wel eens een bruidsjurk aangehad. En ja, die bruidegom die moet natuurlijk als eerste komen. En working on it. De stijl en de jurk van Adi van de Knolmark vind ik gewoon ja, echt wauw. Ik ken niet heel veel ontwerpers, maar hij is een van de weinigen die ik echt al wel kende voordat ik aan dit programma meedeed. Ja, ik let op mijn jury let op dat ze elegantie hebben, dat ze prachtig in de jurken zijn. Het hoeft voor mij niet per se het mooiste meisje te zijn, maar het gaat mij over dat ze gewoon elegant en mooi in de jurk lopen en bewegen. En ja, dat is net die X-factor die je dan moet hebben en die je moet zien. Mijn grootste concurrent is denk ik Lucretia. Die staat ontzettend hoog in de puntstelling. Ze mag wel een keer niet winnen of niet in de top 3 staan. Dat zou wel een keer fijn zijn. Hoe ver ik zou gaan om op weg naar Cannes te winnen? Heel eerlijk, iemands hak afbreken zodat diegene zou vallen tijdens een show. Of iemand uit de jurk laten scheuren. Haar af laten knippen stiekem van achter. En dat is niet eens per se om uit te schakelen, maar gewoon dat diegene minder mooi is. En minder goed zijn best zal doen daardoor. Zo zou ik iemand gaan uitschakelen.
niet heel aardig zijn tegen elkaar. Ik denk dat dat in de maatschappij van nu ook een beetje wordt aangeleerd. Ik heb dat in Milaan heel erg gemerkt toen ik daar was, dat dat wel heerst in de modellenwereld. En weet je, het is al zwaar genoeg. Naast mij Maurice Pierrot en Danielle Pierrot. Ze hebben vandaag de fantastische bruidskapsels gemaakt. Maurice, waar ga je op letten tijdens de bruidsshow? Ik vind het heel belangrijk dat het moet geloofwaardig overkomen. Weet je, ze moeten echt wel iets uitstralen van ik ben de bruid. En die innerlijke schoonheid, die moet er ook uitkomen. Dus dat vind ik minstens zo belangrijk. Ja, en daarna natuurlijk het klassieke beeld. Ja, het ziet er allemaal prachtig uit. Ik ben heel benieuwd hoe ze zich gaan presenteren. Maar voor mij is dat een combinatie van binnen en buiten. En weet je wat nou zo leuk is? Danielle naast mij. Ja, wij hebben al jaren een klik en wij kennen elkaar al heel lang. Want wij hebben samen bruidshows gelopen. Ja, dat is heel lang geleden. Heel lang geleden, maar ja, super toch. Ja, heel leuk. Dus jij weet als geen ander waar je op moet letten. Absoluut. Waar let je op? Vooral op de houding. Ik heb hele goede ervaringen met doorpas en even met proeflopen. Nee, dat gaat ze heel goed af hoor. En dan even kijken nu straks met de slepen hoe het gaat. Waar let je nog meer op? Uitstraling. Hè? Een bruid moet gelukkig zijn. En moet, een bruidsshow lopen is anders dan een gewone show. Een gewone show kijk je een beetje, hè? Dan moet je nooit te veel lachen. Nee. Maar een bruidsmodel mag lachen. En als ze mijn jurken aan hebben, dan hoeven ze niet te acteren. Want dan zijn ze allemaal heel blij. Dat vind ik altijd leuk. En dan zeggen ze, oh, als ik toch ooit een aanzoek krijg, dan kom ik naar jou, Addy. Modellen, jullie hebben allemaal een prachtige bruidsmodeshow gelopen in de creaties van Addy. En volgens mij hebben jullie allemaal horen zeggen, als ik ga trouwen, dan wil ik echt in de jurk van Addy. Nou, dat is een heel goed teken. En dan is nu toch tijd voor de bekendmaking. Ik wil heel graag Danielle en Maurice naar voren halen. Ik snap dat jullie toch nog heel even willen overleggen. Dan is het nu toch echt de tijd. Op de derde plek is geworden Gigi. De tweede plek, dat is voor ons geworden, Julie. Julie. Number one. Ja, en de eerste. En de eerste, daar waren we het eigenlijk allemaal over eens, die het meeste uitstraalde, dat was voor ons hier. Spannend, hè? Het was echt leuk om te zien. Hoe is het nou voor jou? Want ze lopen allemaal in jouw creaties. Ja, het is heel mooi, want je hebt natuurlijk die doorpas al gehad. Ja. En dan heb je al een idee en dan ben je al enthousiast hoe de jurken staan. En dan zie je ze ook echt lopen, hè? Dat is echt heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd naar jouw top 3. Ja, ik vond het echt super moeilijk. Maar ik heb gewoon echt gekeken naar hoe ze het vandaag deden als bruidsmodel. Dus dat vind ik weer anders als gewoon een modeshowmodel. En dan... kwam ik toch weer tot andere keuzes. Nou, vertel ons. Wie is nummer 3? Nummer 3 is mooi en ze liep ook heel erg mooi. En dat was Annabel. Annabel. Nummer 2. Nummer 2. En die jurk stond er prachtig. En ze liep daar heel elegant in. Dat was Corianne. Corianne. Nummer 1, ja, dat wordt even moeilijk om te kiezen. En, twijfel je nog steeds? Nou, ik verander niet. Nee, ik vond het als bruidsmodel en als hoe ze de jurk bracht en hoe ze eruit zag. Nummer 1, Julie. Julie. Ja, prachtig. Je hand met deze muur zo zachtjes. Op de foto gaan als model is hetzelfde als ademhalen. En wie daar gespecialiseerd in is, dat is Alinda van Fotovrouwtje. Alinda. Hallo. Jeetje, wat een lange dag. Ja, maar het was prachtig. Ze hebben het allemaal zo goed gedaan. Het is inderdaad als ademhalen voor ze. Ze doen het perfect. Nou, aan jou de keuze. Ja, ik heb hele mooie beelden gemaakt, maar één shot was bijna dik. Dit is waanzinnig. Soms heb je als fotograaf dat je denkt, dit is hem. En aan wie ga jij de punten weggeven? Aan Yvonne. We hebben nog extra punten weg te geven door Maurice. We weten al waarvoor, maar we willen heel graag nog even jou uitleggen.
Ja, we hebben ook deze bruidskapsels gemaakt voor L'Oréal. Ja. En de 10 extra punten die ik mag weggeven aan 2 van de modellen, dat is voor Julia en voor Julie. Modellen, jullie hebben jullie fantastisch ingezet vandaag als bruidsmodel en daar hoort een goodiebag bij. Gegeven door het team van Piero. Wat leuk, ik heb er ook eentje gekregen. Ik hou er zo van. Alle informatie is terug te vinden op onze site rtl.nl/opwegnaarkan en natuurlijk onze socials, maar ook op Videoland. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Revital Tracks, Adi van den Krommenakker, Punt Cosmetics en waterontharden.com. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Piero Coiffures, Revital Tracks, 27 Hotel en waterontharden.com. Hier zijn we weer met uw favoriete programma Op Weg naar Cannes. Welkom terug bij Op Weg naar Cannes. In Op Weg naar Cannes strijden de resterende modellen voor 1 plek op de rode loper in Cannes tijdens het internationale filmfestival. Make-up en haar gaan hand in hand. Als je make-up goed zit, maar je haar zit niet goed, dan kun je niet volledig stralen. En de uitstraling van een model is juist zo belangrijk. En daarom zijn we hier vandaag in Amsterdam bij Piero Coiffures. En natuurlijk is Danielle Piero onze gastvrouw. Het is vandaag een hele mooie dag. We hebben hele mooie dames en we willen eigenlijk bij iedereen net allemaal ietsje mooier maken. Een stukje authenticiteit. Dus bij de ene gaan we wat meer schaduw maken, bij de andere maken we een klein beetje wat meer highlights. Alles is gewoon heel persoonlijk. Nou, de kunst is natuurlijk om dicht bij de modellen te blijven, om ze nog mooier te maken, maar ze moeten wel vooral zichzelf blijven. Ja, mijn haar is super dik. Ik weet niet wat ze willen doen. Ik hoop niet dat mijn haar zo wordt. Daar zou ik echt van balen. Ja, je hebt fantastisch haar, maar het is zoveel. We willen toch een beetje wat levendiger maken. Ik heb altijd dit haar gehad. Alleen vroeger was het een heel stuk korter dan wat ik nu heb. Echt leuk, ik word echt goed verzorgd hier. Mijn wenkbrauwen worden niet gedaan. Ik ben heel benieuwd naar mijn haar. Eerst make-up en nu haar. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ben super benieuwd wat ze gaan doen. Maar ik hoop toch dat ik nog iets blonder mag. Ja, wat er met Yvonne achter mij is gebeurd, ik heb geen idee. Ze ligt er op de tafel. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ben ook benieuwd wat er met haar terechtkomt. Ja, ik lig hier op de haaroperatietafel. En ik word blonder gemaakt. Ze gaan het in een soort van lagen maken van donker naar platina. Ik ben heel benieuwd. Diepe root shade, verschillende tinten en we laten alle kleuren mooi in elkaar blenden. We gaan een instant hair transformation bij jou uitvoeren. Mijn haar is ook een beetje moeilijk, denk ik. Dus ik hoop dat ze het gewoon wat meer verzorging gaan geven, wat meer glans. En dat ik het uiteindelijk zelf beter kan laten krullen, want nu is het een beetje half-half. Op een nieuwe trend met Latino-modellen. Ik moet daar een klein beetje aan denken als ik jou zie. En een mooie diepe basis, zodat je wel echt een brunette blijft. Oké, ik ben heel benieuwd. Maar dan een zonnige. Leuk. Nou, ik heb een beetje een gele gloed in mijn haar en die wil ik er eigenlijk uitkrijgen. Dus waarschijnlijk komen er wat bruin tinten bij. En ik ben heel benieuwd. Een beetje speels in haar. Tot nu toe gaat het wel heel goed. Ik ben heel erg blij met de kleur van mijn haar. En ik ben benieuwd naar het eindresultaat. We zijn nu halverwege deze dag in Amsterdam. Alle modellen zijn voorzien van mooi haar, een mooie punt make-up, wenkbrauwenlift en mooie nagels. En dan is het nu eindelijk de tijd voor de echte opdracht die gegeven zal worden door Maurice Piero. Ja, jullie hebben allemaal prachtige haar, jullie zien er heel mooi uit. Maar eigenlijk willen we graag zien dat je in 10, 15 minuten het verschil kan maken. Dus anders dat je er nu uitziet, verras mij met styling. We hebben boven allemaal styling tools, we hebben producten van Balmain. En ik geef jullie wat tips hoe je dat kan gebruiken. En dan gaan we kijken hoe jullie het ervan afbrengen. Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Wat een gave opdracht. Succes, meiden. Meiden, zijn jullie er klaar voor? Ja. Dan gaat de tijd nu in. Nou, het duurde best wel lang voordat iemand kwam met oh Gigi, je haar moet uit verf en ik zat mijn nagels te doen. Dus ik dacht, oh jee, straks wordt het paars of groen of zo. Wat ik van mijn haar vind, ja, ik vind mijn haar wel echt heel mooi geworden. Ik wilde ook eigenlijk steeds blonder gaan, dus ja, ik ben wel heel blij met het eindresultaat.
Ik was echt best wel gespannen, moet ik eerlijk zeggen. En ik ben wel heel blij met het resultaat, hoor. Want het is echt, ik wilde het heel natuurlijk houden. En dat hebben ze zeker gedaan. Ik heb zelfs op de operatie, haaroperatietafel gelegen. Heel comfortabel. Dus ik heb denk ik nog nooit zo'n lekkere kappersbehandeling gehad. Ja, ik dacht met de naam, ik doe eens gek. Ik doe een beetje anders. Ik vind altijd van rood je een beetje oude handen krijgt. Ik doe een beetje met een oranje kleurtje, lekker zomers. Ja, het is al een lange zit voor mij geweest. We hebben een paar keer opnieuw geverfd. Dus ja, dit is nu het eindresultaat. Ik ben er wel heel blij mee, hoor, moet ik zeggen. Zijn jullie klaar? 5, 4, 3, 2, 1 en stop. Dan is het nu echt de tijd voor de bekendmaking. Ik ben heel benieuwd wie Maurice en Danielle samen hebben gekozen. Maurice, was het moeilijk? Ja, het was heel erg moeilijk. Ik vond dat echt iedereen ontzettend zijn best gedaan heeft. En diversiteit, en dat maakt altijd moeilijk om te kiezen. Maurice, als eerste aan jou het woord. Ja, de derde, dat is voor mij, is dat Julie. De kleur komt heel mooi uit. En dat heb je goed gedaan, zeker voor de eerste keer. Danielle, voor jou, als tweede. Als tweede, omdat ze een bieswave heb gemaakt en de punten mooi stijl heb gehouden. Julia. Ja, voor mij op één. Ook qua originaliteit en het goed benadrukken ook van haar gezichtsvorm is voor mij geworden Lucrezia. Je had het heel snel gedaan en het gaf een heel andere uitstraling als dat losse haar. Nou dames, dat wordt een hele uitdaging. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al een aantal voordelen van de watergrondharder kunnen opnoemen. Annabel, aan jou als eerste. Noem een voordeel. Nou, ten eerste voorkomt er natuurlijk kalkaanslag. Lucrezia. Het is super makkelijk te installeren op je waterleiding. Corianne. Je hoeft minder te poetsen. Gigi. Heel goed voor je huid. Dit heeft ook een voordeel voor je wasmachine. Julia. Lekker om te drinken. Yvonne. En het is heel duurzaam. Nou, dit ging lekker. Tijd voor een tweede rondje. Wat is nog meer een voordeel? Je verbruikt minder schoonmaakmiddelen. Lucrezia. Met één tie-rip zit het helemaal vast. Corianne. Je hebt minder wasverzachter en wasmiddel nodig omdat het water gewoon minder schadelijk is voor je kleding. Gigi. Ja, dat bespaart dus heel veel kosten. Julie. Je energierekening daalt. Julia. Je apparaten gaan langer mee. Yvonne. Het is een investering die zichzelf terugverdient. Wauw, dat zijn al 14 voordelen op een rij. Nou, Julio, ik vond het eigenlijk wel heel goed gaan. 14 voordelen. Welke voordelen mis jij nou eigenlijk nog in het rijtje? Nou, het is, ze hebben het inderdaad echt heel goed gedaan, hoor. Ja, hè? Gewoon twee rijtjes vol met voordelen. Maar welke ik nog mis is dat het op elke waterleiding past en zoveel voor als na de watermeter kan. Ja? Dat je het 90 dagen kunt uitproberen en ja, om te kijken of je ook tevreden bent. En dat je 10 jaar garantie hebt. We blijven in de Amsterdamse binnenstad. Dat brengt me bij het volgende. De meeste schoonheid komt van binnenuit. En daarom drinken onze modellen altijd een anti-collageencomplex. Carolien legt uit wat er te gebeuren staat. Ik sta hier met Noëlle van RevitalTrax. De modellen van Op Weg naar Cannes gebruiken al een aantal weken het collageencomplex van RevitalTrax om hun huid, haar en nagels te verbeteren. Maar wat doet het met de wat oudere huid? Ja, zeker voor de ouderen is het ook een interessant product om te gebruiken. Het is namelijk zo dat na het 25e levensjaar neemt collageen af in je huid. En dat zorgt er dus voor dat je huid verouderd, dat je huid slapper wordt, dat er steeds meer rimpeltjes ontstaan. Doe je daar niets aan, dan is het natuurlijke proces dat natuurlijk af blijft nemen en dat je huid steeds ouder wordt. Doe je daar wel iets aan, dus vul je collageenverlies weer aan, dan zorg je er eigenlijk voor dat je huid weer mooi vol en stevig wordt. Dus ben je jong, net als de modellen, dan gebruik je het complex om ervoor te zorgen dat je huid zo lang mogelijk mooi en jong blijft. Ben je bijvoorbeeld 50 jaar, dat betekent dat je al de helft van het collageen in je huid bent verloren. En daarom raden we dus aan om er op tijd mee te beginnen. Nou, ik gebruik nu al een tijdje RevitalTrax en ik merk wel echt dat mijn haar er wel steviger van is gaan worden eigenlijk. En ook dat het iets sneller is gaan groeien. Dus eigenlijk veel beter dan normaal.
Ja, door die Vitotrace is mijn nagel echt een heel stuk steviger geworden. En ja, het scheelt ook heel erg met lakken. Het biedt heel veel voordelen, niet alleen voor het uiterlijk, maar ook zeker voor de gezondheid. Het heeft natuurlijk een positief effect op het immuunsysteem, gemoedstoestand, het tegen de weerstand tegen stress en inspanning. Maar ook bijvoorbeeld herstelt het de darmwand. Dus mensen met de ziekte van Crohn bijvoorbeeld, daar krijgen wij ook vaak hele positieve reacties van terug, dat het echt klachten vermindert. Daarnaast draagt het ook bij aan sterke botten, gewrichten, het kraakbeen. Dus het biedt heel veel voordelen. Ik heb het idee dat mijn lijntjes wat fijner zijn geworden in mijn gezicht en dat het een natuurlijke glans heeft gekregen. Ja, het is voor de oudere huid. Ik ben de doelgroep hier. Dus perfect. Wat leuk, ik heb net de reacties van de modellen gehoord en fijn dat het zo aansluit dat ze zoveel resultaten al zien. Dat horen we natuurlijk altijd super graag terug, dus helemaal blij zijn we. Tot zover deze aflevering van Op weg naar Cannes. Maar voordat we afscheid nemen, nog even de tussenstand. Op nummer 3 vinden we Lucretia met 93 punten. Op de tweede plaats staat Yvonne met 102 punten. En op de eerste plaats Julie met 121 punten. Op weg naar Cannes! Tot zover deze aflevering van Op weg naar Cannes. Alle informatie is terug te vinden op onze site rtl.nl/opwegnaarkan en natuurlijk onze socials en ook op Videoland. Maurice en Daan, dankjewel. Graag gedaan. Het is een mooie dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pun Cosmetics, Revitaltracks, Pierrot Coiffures, Villa Maasdonk, Fotovrouwtje.nl en International Fashion Weeks.